wens jou heel veel succes vanavond. Het eerste nummer dat ik voor jullie ga spelen is een zelfgeschreven nummer. En het heet Broken. I don't get it anymore. Nummer voor mij, want een dierbare voor mij heeft een geboorte gehad en die moet nu eigenlijk afscheid nemen van alles en daar gaat het nummer ook eigenlijk over. Bye.
Op de gitaar. Koude rillingen. Fantastisch. Heel mooi optreden. Blijf even staan, want ik ga onze jury eens even vragen of zij tussendoor al eens een klein commentaar willen geven. Savé, het woord even aan jou. Dankjewel, Aukje. Ik vond het heel bijzonder. Het is zo'n avond waarvan je over 30 jaar denk ik, nou, een van de allereerste optredens van Aukje Hermans. Je hebt je naam overigens mee, wat mij betreft. Ja, achternaam, schrik jezelf. Maar dat heb ik meegemaakt. Ik zie een klein meisje met een gitaar. Weet je wel, ze moet nog op maat van haar eigen gitaar groeien. Zo klein is ze. De microfoon staat te hoog. En ze speelt twee eigen geschreven nummers. Het zijn zware nummers. Meisje gaat diep. Ik vond het ontroerend. Ik vond het volstrekt geloofwaardig. Van de eerste seconde tot de laatste seconde. Ik vond je breekbaar en ook heel sterk. Ook wel een beetje. Ik vond het echt knap. Ik vond het echt heel mooi. En ik heb niet zoveel ontzettend veel verstand van muziek of liedjes schrijven. Dus dan geef ik graag het woord aan de linker buurman. Maar ik hoop dat je veel met collega-artiesten de komende tijd kunt flowen en ik hoop dat je een keer een dag met Mo optrekt. Dat lijkt me je zeer gegund. Een artiest ben je voor mij al. Ja, ik ben het eigenlijk behoorlijk met de voorzitter eens, zullen we zeggen. Wat ik vooral heel sterk vind van jou is dat je bent heel erg puur. Dus je komt erop en je begint gewoon te spelen. Dus dat vind ik dat je heel goed doet. Wat ik ook heel mooi vind, dat is dat je zingt over dingen die in jouw directe omgeving gebeuren. Hè. En dat is volgens mij het kenmerk van een goede songwriter, is dat je niet moeilijke dingen moet gaan doen, maar je moet dingen doen die hem raken. Ik heb één negatief dingetje. Doe die computer weg. Die moet je nooit meer gebruiken, want die heb je echt niet nodig. Nou, ik heb nog één dingetje, en dat bedoel ik niet vervelend, hè. Maar je zingt prachtig, je hebt een hele eigen stem.
Je doet heel veel met drie akkoordjes. Hè? Soms, maar nogmaals, ik wil me niet met je liedjes bemoeien, want ik vind het heel knap wat je doet. Ik meen het echt. Maar misschien is het leuk om eens een keer een hoek te verzinnen. Verzinnen is een ander akkoord, waar bijvoorbeeld het eerste liedje, hè, dan speel je die akkoorden, dan speel je het refrein. Pak daar gewoon eens, je hoeft dat niet te doen, je moet het zelf weten. Maar pak eens een heel ander akkoord en kijk eens wat er gebeurt. Dan, dan kom je een beetje van dat kabbelende af, wat eigenlijk ook heel mooi is. Maar ik bedoel het echt heel positief. Je hebt het super goed gedaan. Alleen die Pepieter, die wil ik niet meer zien. Ja. Oké, dan mag ik iets zeggen over jou. Ik ga niks zeggen over je kwaliteit, want die heb je gewoon alles mee. Ik heb een paar keer mijn ogen gestoten en dan zag ik een meid voor me, een volwassen meid, die heel veel meemaakt in haar leven, of heeft gemaakt. En dan deed ik mijn ogen open, zag ik jou en dan denk ik, hoe kan dat? Hoe kan jij zo'n mooie tekst schrijven en zo'n goede stem? Alles, je hebt alles mee wat mij betreft, heel goed. Je moet alleen, en dat heeft zelf heel gezegd, laat die microfoon iets lager zetten, want je hebt een heel mooi gezichtje en dat zien we niet. Het zit precies achter de microfoon, maar buiten dat, complimenten. Dankjewel. Nou, oké. Fantastisch te horen van ons jury-team. En die mag je zeker in je zak steken. En we komen daar straks op terug. Ik ga de jury even heel moeilijk...